2 autobranden in 1 nacht. Het was raak in de Tolenstraat in Eindhoven. Een auto die voor een woning geparkeerd stond, vloog dinsdagnacht in brand. Vermoed wordt dat het vuur is aangestoken. Ook aan de Raadhuisstraat in Waalre moest de brandweer uitrukken. Daar moest een auto in het ontgelden en opgetakeld worden. Een paar weken geleden was het in dezelfde wijk in Waalre ook al raak toen een auto in brand vloog aan de Molenstraat. Dit jaar zijn er veel autobranden in Eindhoven en omgeving. Vaak lijkt er opzet in het spel. In Eindhoven, Gelderop, Mierlo en Waalre was het dit jaar al zeker 80 keer raak.